wat ik geef is echt van vrouw naar vrouw. Ik geef ze letterlijk en figuurlijk de ruimte en de plaats om zichzelf te ontplooien. Ik heb rechten gestudeerd en notariaat. Dus ik was voorbestemd om notaris te worden. En het is anders gelopen. Ik heb 8 jaar in New York gewoond. Ik ben toevallig eigenlijk op een les paaldansen gebotst. En ik vond dat wel een spannend gegeven. Ik wou dat altijd wel eens proberen. En ik vond dat zo spannend en ook vooral zo leuk. En ik ben dan zelf gaan trainen om daarin teacher te worden, om daarin les te geven. En ik heb dan daar les gegeven in New York. En nu ben ik hier en nu doe ik hier hetzelfde. Ik denk dat vrouwen in deze tijd en in onze westerse wereld heel veel druk op zich krijgen. Als in, we moeten allemaal studeren, we moeten een carrière hebben, een gezin uitbouwen en dan er nog liefst leuk uitzien en ook nog toffe dingen doen en van alles. En ik denk dat daardoor heel veel vrouwen heel bijna mechanisch beginnen leven. Als in, heel hard in hun hoofd en heel hard bezig zijn met wat moet ik doen, hoe moet ik eruit zien, wat is goed, wat is slecht. Dus eigenlijk niet meer in contact zijn met wat ze zelf willen of voelen. En in theorie is dat natuurlijk allemaal, weten we zogezegd wel allemaal dat we moeten gaan naar onszelf terug en dat we zogezegd alles in onszelf kunnen vinden. En via deze manier leren ze dat ook. Leren ze dus terug, zeg maar, naar zichzelf gaan, naar binnen gaan en leren ze van binnenuit te voelen wat het is om zich terug mooi te voelen en sexy te voelen en vrouwelijk te voelen. En dat zijn soms kleine, subtiele dingen, waardoor dat spontaan meisje, zeg maar, of dat spontane dat iedereen heeft, onderdrukt wordt. En we diepen dat verder weg en we proberen dat goed te doen en we doen het anders. En op het eind van de rit, of na een tijd, loopt het vast, omdat je eigenlijk niet meer leeft vanuit je essentie, maar vanuit een idee of vanuit je hoofd of vanuit wat zogezegd hoort. Het enige wat je eigenlijk te bieden hebt aan de wereld is je authentieke zelf en je essentie, zeg maar, wie dat je echt bent. En we hebben allemaal zo geleerd om filters en maskers en poses en allemaal verhaaltjes op te zetten om ons beter te doen uitschijnen of om mooier over te komen of slimmer of ik weet niet wat. Maar het is zo mooi als iemand gewoon toont wie hem is en van daaruit mensen ontmoet of dingen doet en dan merk ik ook dat het meestal altijd dat het juist is. De lessen die ik geef bestaan eigenlijk uit 2 of 3 stukken bijna. Dus eerst is het een soort opwarming die nogal lijkt op yoga of pilates. Maar dan meer vanuit de sensuele vrouwelijke kant. Dus zeg maar hoe dat mannen trainen heel, en mannen zijn ook meer lineair en rechtdoor. En een sit-up bij mannen is ook rechtdoor. Bij ons is dan een sit-up bij wijze van spreken in een cirkel. De lessen worden ook gegeven in een beetje een schemerige kamer met kleine lampjes en zo. Dus om een beetje een intiem gevoel te creëren. Dus niet in de spotlight. En daarna, het tweede luik van de les is paaldansen, als in ja, met de paal. En ook de nadruk op het dansen daar rond en het sensuele daar rond. Mijn lessen zijn enkel voor vrouwen bedoeld. Ik zou heel graag een soort gemeenschap of community creëren van bewustere vrouwen. En ik bedoel daarmee vrouwen die bewuster zijn van zichzelf, van de kracht die ze hebben als vrouw en van hun sensualiteit en hun lichamelijkheid en die dat ook niet meer willen verstoppen. Ik heb het gevoel dat ik bijdraag aan een soort beweging of zo, of een strekking die nu aan het opkomen is. En dus ik ben maar een klein visje uiteraard in de grote wereld, dat besef ik wel. Maar als ik van hieruit mijn bijdrage kan doen en een heel aantal vrouwen hier gelukkig kan maken daar rond, dan vind ik het fantastisch. Wow.